Jongens, welkom bij een nieuwe video van JL Peekbusters NL. Ja, dit keer zijn we met Richard Bergsma en mijn vader Kenneth Leggyman, Rakiman. Doe normaal. We zijn aan het vissen op het Veluwemeer. We hebben een weekendje van gemaakt, gewoon lekker vissen op het Veluwemeer in de hoop dat we een paar mooie vissen vangen. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Vergeet niet om te abonneren op ons YouTube kanaal en op onze Facebookpagina om altijd op de hoogte te blijven van de nieuwe nieuwtjes en de nieuwe video's. En ja, voor de rest, wat ik net eigenlijk al zei, veel kijkplezier. Jongens, op de pickset, ik was aan het binnendraaien, ik laat hem stilvallen. En op het moment dat ik hem stil zie vallen, zie ik in één keer mijn draad weggaan. En ik sla aan, boom, hangen. Eerste vis Veluwemeer. That's how we fucking rock that shit. Super vet. 72. Even kijken hoe groot hij is. Lekker die zat, 72. Ja. Even kijken. 71. Je zit zeker in de bouw, dus ja. 73. Zit in de bouw. Ja, zeker. Exact 73 centimeter. Mijn eerste snoek van het Veluwemeer. Super mooi getekend. Prachtige witte onderkant. En als je kijkt naar het water, zie je heel veel begroeiing op de bodem. En als je dan met redelijk ondiepe pluggen vist. Kom eens zo dichterbij pakken. Ik zie je weg zo. Oh, that's how we do it. Nou, ik had een volger en hij miste mijn shit 3 keer en die liet ik hem vallen en toen had hij er weer. Nou heb ik hem. Netjes man. Schitterende actie om te zien. Het is echt 1 minuut later of 1 minuut verder dan mijn vis en ook weer op de pickshed. Ditmaal niet op de blauwe, maar op de gele. En je kan nu al zien dat deze snoek vol zit met pijplekken. Niet dezelfde, toch of wel? Nee, het is veel kleiner. Nou, het mooie van die snoeken zijn ze echt mooi getekend. Even kijken, pijplekje. Helemaal beschadigd. Fotootje. Staat iets naar mij toe? Yes. Gaat die erin? Ja jongens, we zijn lekker aan het varen. Cheert van de ploeg is er ook. Dus we gaan even naar die kerel toe. Super veel visboten. Mooi om te zien. Teller staat nu op 2. Ik hoop dat jullie niet heel veel last hebben van de ruis. Ik denk het niet. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Maar ja, er zijn zoveel boten dat het even... Dat het moeilijk is om te zien wie het zijn. Maar waarschijnlijk zijn het... Goedemorgen. Mag je wel zo ver van huis? Hè? Mag je wel zo ver van huis? Jij de goede vrouw zoeken, hè? Zoals jij? Ja. We hebben in ieder geval 3 goede vrouwen. Prachtige snoep. Na 1 minuut trollen, we zijn geswitcht. Van werpen naar trollen.
En zal ik deze, deze pak ik gewoon zo, ja? Ah, is geen... Ah, jammer. Moet ik een schepnet, pak je schepnetje, Michel. Hier, in de bak. Dat is een mooie snoek, jongens. In het vak. Niet de schep ik tegelijk naar jou toe. Yes! Dat is in het water nog. Ja, dat kan wel. Hoppa! Naar 1 minuut fucking trollen, jongen. Jongens. Prachtige snoek, na 1 minuut trollen in wat diepe water. Ik zei al, we moeten naar diepe water, want dat's, ja, de kans dat ze daar zitten is toch iets groter. Oh, wat een mooie dag. Daar. Prachtige snoek van 87 centimeter. Ik maak wat fotootjes en dan mag je netjes terug. Kijk eens wat een prachtbeest. We zijn er weer, Hoi, Brian! Een best, hè? In de bek! Film! Jezus! Jeetje. Kijk! Wat een ding, hé! Wat een fuck! Die kan ook groot worden. Richard, het is gewoon die brazen, man! Hé, hey, oh. Mie man! Hé, hey, pak je geen bakken, dan pak je lappen! Lappen! Ik hoor, hé. Biggie? Nee, ik wil niet aan die vis zitten. Dus. Gewoon echt in de bek. Hij wil hem gaan pakken hier. Wat zei? Jeerde van Trog in het Fries. Ga er vandoor. Jezus. Oh, ik heb al verkeerd gehaakt. Daarom was het goed. Daar is het tweede visje, jongens. Jezus. Kom hier, beestje. Oh, hij zit er omheen. Ja. Met de kop. Met de kop. Vet los. Let me see. Let me see, bro. 60. Hoef je niet te meten, weet je wel. Kijk. Beschadigd, hè? Ja, ik heb het 40. Maar daar moet je aan de hand hebben. Nee. Waarom is dat hoger? Een beschadigde vis, jongens. Jo. Ja, zet hem maar terug. Assenflats. Zoals jullie dus al weten, zijn we aan het vissen op het Veluwemeer. Het Veluwemeer staat er bekend om de grote vissen die je kan vangen. En de mooie aantallen die je kan vangen. Nou, tot nu toe is het eigenlijk bagger. Helemaal niet goed. We zijn nu, het is nu al 6:10 in de avond. En de teller staat op 4 vissen. Moet ik wel zeggen dat ik nog een klein visje heb gelost. Maar ja, het was een hele kleine. De grootste vis was 87 centimeter. Wat jullie in de video hebben gezien. De manier van hoe wij vissen. Wij vissen gewoon met een trolhengel, een baitcaster met een reel. Dit is een cheat van de ploeg. Met een werpgewicht van 30 tot 75 gram. Met daaronder een Abu Garcia 4601 C3. Gevlochten lijn, 20/100ste met een titanium onderlijn. En daaronder in dit geval een pigshed waar ja, eigenlijk geen lood aan is bevestigd. Om het feit dat wij ook plekken opzoeken waar het redelijk ondiep is. Waar begroeiing van de bodem omhoog komt. En waar wij met een pigshed zonder lood overheen proberen te vissen. In de hoop dat een grote vis tussen ja, de planten ligt, naar het oppervlakte wil komen. En deze pigshed wil pakken. En zo vissen wij. Hij het er één. Na 3 dagen vissen, jongens. Na 3 dagen. Na 3 kick en bul. Met de tranen in de ogen. Het lachen, ja. Hè? Niet alsof je aan het poepen bent. Nou, eindelijk. Na hoe lang, Richard? Wat? Na 3 dagen vissen. Dit is de derde dag. Nee, dik 2 dagen. Dik 2 dagen? De dag is net begonnen, hè? De dag is net begonnen? Ja, de dag is net begonnen. En Richard vangt nu zijn eerste vis.
Ik maak een paar fotootjes en dan mag je netjes terug. Yes, mag je weer netjes terug. Oké, joh. Kijk eens aan, joh. Hey, die moest ook even naar mij sturen, joh. Die kijk morgen even naar die jongens zien laten. Hoe ik heb haar is. Oh my god. Oh. Hey. Ik heb een ontbiedpiet. We hebben in 3 dagen nog niet zo lachen.